Nou, zoals jullie kunnen zien, staan wij op Schiphol. Hartstikke mooi. We gaan allemaal toffe dingen doen. Ik heb een maat, Bart, gevraagd of hij ons kon wegbrengen met die dikke auto. Nou, dat is gelukt. We staan met de koffers. We gaan nu naar binnen, inchecken. En dan gaan we zo meteen zien waar we heen gaan. Dames en heren, hier spreekt uw gezagsvoerder, Martijn Kuipers. We vliegen al boven Noorwegen. Ik kan wel helemaal het raampje open doen. Kijk, witte topper. Voor het licht is dit even beter. We zijn op uitnodiging van Scania. We gaan de aankomende 2 dagen met allemaal Scania's rijden op een vliegveld wat afgesloten is. Dat ligt vol met sneeuw en vanuit daaruit kunnen we met allemaal Scania's rijden. Super dik op uitnodiging. Vanavond gaan we naar het hotel en morgenochtend gaan we naar de locatie om te filmen en te rijden. We zijn geland op Oslo. Nou, we gaan nu alles klaarmaken. We gaan de koffer halen naar het hotel. En dan morgenochtend met de bus. En dan gaan we eindelijk vrachtwagen rijden in de sneeuw. Wat super dik. We gaan nu naar beneden en dan gaan we door. We zijn er, hier. We hebben net de briefing gehad en we gaan beginnen met de crème de la crème. 7:30 en wat ligt er achterop? Bomen. Daar gaan we mee beginnen. We hebben de instructeur al ontmoet. We gaan naar binnen, we gaan wat shots maken. Eerst hier op het terrein even rijden. Helaas mogen we niet tijdens het rijden met 3 man in de cabine. Dus dan doe ik een GoPro op mijn hoofd. Maar dit gaat zo dik worden. Goed, we gaan naar binnen. Ja, normaal zijn jullie gewend van mij dat ik mijn schoenen uitdoe. De vloer is hier al vies, het is hier super koud, dus dan worden mijn sokken nat en vies. Dat gaan we niet doen. Ik stap er nu gewoon in en dan gaan we rijden. Super dik, skitterend mooi jongen dit. Is toch bruut? Kijk dan hoe dat ding eruit ziet. 730 pk. Starre assen. Straks even wielen poetsen. Gewoon dik in de sneeuw rijden, dat is het mooiste. We gaan nu de openbare weg op. Dus ik ga de GoPro opzetten. Wat super dik, ik ga echt genieten. Hartstikke mooi! Opa! Volle pijp met die 730 pk. Auto heb ik geen retarder, dus eigenlijk, ik heb wel met de retarder gereden, maar ik heb het zelf niet op zitten, dus ik weet ook niet precies hoe het werkt. Dus dat gaan we nu al meemaken. Ik moet me nu een beetje overgeven aan de auto, dus dat is ook wel een klein beetje spannend, maar ik vertrouw erop. Op 70 heb ik een tikkie gegeven, hij blijft precies op 70 staan. Dus dan, dat moet helemaal goed komen. Zo in die spiegel kijken, dat is toch een plaatje. Hij rijdt wel heel relaxed, moet ik zeggen. Heel smooth. Gewoon tik de rem aan. Hij blijft gewoon op 70 hangen. Zonder dat de cruise control aanstaat of iets. Zo dik. Oh, 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 oh
Nu staat dus de powerstand aan. Dus de volle 730 pk worden gewoon volle bak gebruikt om de berg op te kunnen. En dat merk je ook wel. Dat hoor je waarschijnlijk ook wel. Lekker hoor dit. 60 ton, yes. Ja, gewoon volle belading met bomen. Gewoon 60 ton. Zoals te zien, 23 ton. 24 ton de motorwagen. En 34 ton de aanhangwagen. Yes. It's good. So great. Oh my god. Camera and the stabilizer is heavy. I see it in his face. Yes. I said, hey, ik zei het al. You can't use it anymore. Big muzzle tomorrow. We hadden net de echte Noorse omstandigheden. Hij begon dus compleet te glijden. Een hele combinatie. Dus we moesten even ingrijpen, want hij stond er best wel haaks onder. Waardoor de dolly gewoon door de kou en door het ijs weg werd geduwd. Maar waardoor de aanhangwagen, omdat we op een helling staan, dat kan je misschien niet heel goed zien. Maar we staan een beetje op een helling en ik probeerde dus de helling op te gaan. Ik wilde gewoon achteruit rijden, gewoon proberen. Waardoor de dolly begon te glijden, door de druk van de aanhangwagen, schoof de hele combinatie weg. Dus dat was wel even spannend, maar wel leuk om te doen, om dat te ervaren. Ik heb hem net afgegeven, helaas. Ik kon er bijna geen afscheid van nemen. Maar die auto, de volgende journalist zit erop. Ja, we reden net op dat slingerpaadje. Het was vet bizar. Met de omgeving, met die auto, in mijn spiegels kijken naar die bomen. Ik kreeg gewoon een beetje tranen in mijn ogen. Zo mooi vond ik het. Het was echt... Ik hoop dat het overkomt, want het is zo bizar. Nou, die andere is net weg met die bomen. Hier staat alweer een hele vette klaar. Dat is een berger. Die heeft er nu ook een auto achter hangen, dus ik hoop dat die vrij is, dat we ermee kunnen rijden, dat we meteen door kunnen met filmen, want het wordt hier nogal snel donker. Het is hier heel laat licht en heel snel donker, dus 4:15 wordt het alweer donker. Dus we moeten eigenlijk voor het filmen ja, even tempo maken en dan kunnen we nog even kijken of we nog andere leuke dingen doen. Dus we gaan nu zo snel mogelijk naar deze auto, kijken of die vrij is en rammen. Hoppa, nou we zitten erin. Het is ook een beetje een verhuiswagen, ik weet niet wat ze ermee aan het doen zijn, maar hij staat vol met dozen. Ze hebben dus nu een hele combinatie erachter hangen. We mogen een stukje rijden. Het is ook wel tof. Je ziet hier op het scherm de hele auto hangen. Dus er hangt gewoon even een R650 V8 achter. Met aanhangwagen. Dus we mogen hier op het terrein daar een rondje mee rijden. Dus dat gaan we ook even zeker even doen. Als ik de deur dicht mag doen. Want die arm waar die auto op staat, die draait dus continu mee. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien.
Is oké? Okay? Wauw, 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 wauw. Zo, ik liet net even een paar foto's zien van mijn eigen wagen, daar vroeg hij om. Oh, hij is super vet hoor. Ja, een bizarre auto, maar die auto hier achter ons, die is ook gewoon super zwaar. Dus op dat terrein was het echt uitkijken. Want op een gegeven moment begint die hele combinatie, begint gewoon te duwen. Die begint gewoon die hele, die bergauto, duwt die gewoon recht vooruit. En je hebt eigenlijk niet meer echt de controle. En dat gaat over een paar kilometer per uur minder en je hebt wel weer de controle. Dus de eerste keer was best wel even spannend. Want ik voel zo die 50, 60 ton, pap, 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 zo door die bocht heen douwen. Dus ja, dat was wel even een dingetje waarvan ik dacht, maar goed, hij bleef er gewoon vrij relaxed naast zitten. Dus ik dacht, nou ja, komt wel goed. Nou, deze hebben we dus ook gehad. We gaan even kijken of we nog meer kunnen doen. Je ziet het al, het wordt vrij snel donker. Hopen dat het op de drone ook goed te zien was nog. Ja, dit is sowieso weer ervaring rijker. We gaan even kijken wat we kunnen doen. Ik hoop nog sowieso iets, misschien in de bergen, misschien even ros op die quad. Maar dan gaan we kijken. Dat zien jullie zo. Hoppa! We gaan even in het bakje zitten. Dikke foto maken, maar ook gewoon even om te kijken hoe vet het is. Dus up! Keurig, chauffeur! Echte bomen rijden of niet? Mooi bakje zitten. Ah, dit is wel vet hoor, hè? Ja, jongen, dit. Ik heb eigenlijk niet zoveel woorden hiervoor. Als je dit ziet, ja, deze rijden dus gewoon de bossen in. Gaan met die kraan die bomen laden. En dan. Ja, gewoon naar je adres. Het is zo ver weg van mijn transport, wat ik doe eigenlijk. In dagelijks leven. En de manier van rijden en hoe ze dus ook die dingen bedienen. En hoe snel het ook fout kan gaan. Want dat zag je dus met het achteruitrijden ervan. En er kwam net hier een andere vrouw die reed. En die instructeur zat ernaast. En ze komen hier aan de parkeerplaats. Er gebeurde eigenlijk niet zo heel veel. We waren net te laat met filmen. En je ziet zo die hele combinatie scharen. En het ging eigenlijk nog maar net goed. Waarschijnlijk omdat die instructeur ingreep. Maar het is ook een kleine momentopname dat je niet oplet en bam, daar gaat hij. Nou, wel, kijk, dit is natuurlijk het ultieme, jongen. Dit is gewoon koning. En je kan zelf laden en lossen. Echt, echt mooi. Echt mooi. Ah, het wordt koud in mijn cabine. Ik moet even mijn raam dicht doen, want toch er doorheen. Het is hier niet heel warm. Ah, dit is wel echt bruto, hè. Dit zal toch je werk zijn, hè. Gewoon de hele week. Met die kraan heen en weer te klooien. Echt een dikke hengen erachter. Ah, dit is toch wel. Maar goed, je hebt het zo weinig in Nederland. Je hebt het natuurlijk wel, maar niet zoveel als hier. Ah, dit is wel heel dik hoor. Oh! Hey, dik! Even op mijn Scania! Klopt! Kijk, er komt net een dikke Scania voorbij. Gewoon LC2, maakt allemaal niks uit. Kijk dan, even op die quad. Ja, moet natuurlijk wel even klooien ook nog. Dus we mogen op deze verrijden. Lars staat net al achterop, maar hij gaat vrij vlot. Het wordt al gauw donker, dus ik ga even blazen. Wat? Dit is zo dik. Ze ligt hier natuurlijk heel parcours. Mooi met dat ding eroverheen te rossen. Oh, heerlijk, joh. Lekker afsluiten van de dag.